Hey mensen, top jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, Tom die is er nog niet, want die begint wel later omdat hij gisteren ook wel langer bezig was. Omdat we natuurlijk laat terug waren van Renes met de brandstofpomp. Ja, en Dirk die is er vandaag niet omdat hij nou al ander werk heeft. Maar omdat hij vandaag een dagje vrij is, omdat hij er gisteren was om de brandstofpomp uit de tank te schroeven. Hè, om even mee te doen met tweeën, zodat we sneller klaar waren natuurlijk. Ja, en toen waren we dus gisteren om die brandstofpomp te laten testen en toen wilde de koppeling er niet af. Dus daar ben ik er vast even iets voor aan het maken. Hier binnenin er zit schroefdraad, daar zo. Oké, daar, kijk, er zit schroefdraad in en dat is natuurlijk bedoeld om die koppeling eraf te trekken eigenlijk met een soort van trekker die je dan erin schroeft. We hebben geprobeerd met een polytrekker, eerst buiten aan deze ring. En daardoor is die ring ook al een beetje uit fatsoen. Hè? Kijk, dat is niet helemaal oké. Hij is daar behoorlijk krom geworden. Toen hebben we nog geprobeerd met een polytrekker er binnenin. Nou, zie je hier het resultaat. Dat was ook niet helemaal goed. Ik ga proberen daar een prop voor te draaien. Tenminste, dat ga ik doen. Dat zal wel lukken. Maar daarna ga ik daarmee proberen om die koppeling eraf te krijgen. En dan flink heet stoken. Dat is een beetje jammer voor de kering die erachter zit, maar goed, als die koppeling er eenmaal af is, dan kunnen we die ook wel vervangen. En ik was hier alvast bezig met wat draaiwerk. Kijk hier. Ta-ta-ta-ta. Ja. Brr, hallo, doe het dan. Hartstikke idee, dat moet hem worden. Ja. Oké, ik ga gauw verder met draaien, des te sneller is het klaar. En als het klaar is, dan hoop ik dat ondertussen Tom er weer is. En dan rijden we gauw weer terug naar Renes. Want dan gaan we natuurlijk die pomp in de testbank zetten. Want daar zijn we natuurlijk wel heel benieuwd naar. We hadden gezien dat bij die pomp van de sloopmotor dat daar iets mis mee was. Hè. Dat was inderdaad, er waren twee uitgangen die gaven veel te veel brandstof. Er waren een aantal verstuivers niet goed. Hè. Dat waren wel de verstuivers uit de tankmotor. Maar de pomp, ja, die ligt dus nog hier. En die konden wij dus niet inspannen op de testbank, omdat deze meneer het niet af wilde. Dus oké, genoeg gekletst. Dingen eraf jassen. Ja, ik laat de draaibank steeds na het draad snijden weer teruglopen, zeg maar. Achteruit draaien, hè, zoals je net zag, want net was je niet aan het snijden. En dat moet natuurlijk, want anders dan staat op een gegeven moment die bijtel. Die staat niet meer mooi in het groefje, zeg maar. Want hij moet er een aantal keer doorheen voordat je echt een mooie schroefdraad gesneden hebt. Dus daar moet de draaibank even achteruit draaien. En dan kunnen we meer daar, zeg maar, bij de draad inloop daar. Burp, daar laten beginnen. Oké. Het is niet de mooiste schroefdraad, maar kijken. Hoppatee. Hij past een beetje losjes. Ik heb net een beetje te veel gedaan, maar goed. Hij past wel, dus laten we het gewoon eens even proberen zo.
Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik was vast begonnen om die koppeling eraf te halen. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou, ik heb hier zeg maar een speciaal tool net in elkaar zitten te plakken. Oh. Oeh. Haha, die gaat erin. Daar is het. En dan hopen dat die loskomt. Die erin draaien. Ik heb hem aan de zeskant opgelast, want dan kunnen we met slagmoersleutel daarop. En dan die koppeling flink heet stoken en dan met de slagmoersleutel die bout erin jassen en dan hopen dat die loskomt. Oké. Okay. Ja, het moet wel lukken denk ik, hè? Laten we het doen. Zo is het koffie drinken misschien. Wat jij wil. Ik heb nog geen koffie op. Oeh. Koffie. Okay. Koffie. Het is niet het beste braaiwerk, zo gezegd. Het is nog een beetje warm. Ja, zeker. Maakt niet uit. Als het goed is, blijft de keramisch vet toch redelijk goed ertussen. Even zien, is het hem. Dat is hem wel. Ik denk dat we hem nou eerst heet moeten stoken voor we meer gaan doen. Uit is. Dat moeten we natuurlijk echt niet meer hebben. Nou. Ja, hij is aardig warm. Kijk, de kering fikt er al uit. Dat was een schroefdraad. Denk. Oei. Kapot. Dat was te denken. Oh, dat ding zit zo vast. Ja, dat komt er gewoon niet uit. Hij is afgeschoven van ons draaiwerkstukje, zie je dat? Het is toch gek. Zo vast kan zitten dat, hè? Oei. Hey, zie je dit? Hoe heb je dat gedaan? Bam! Eraf! Pas op! Daar ligt hij ook al. Hier ligt hij. Kijk, zo heb ik dat gedaan. We waren net aan het kijken, hè, weet je nog? Dat we met de brander probeerden het ding eraf te halen. Mm-hmm. Alleen het probleem was dat er een heel stuk van die konus, die zat daar hier binnenin. Zie je? Nou kan je het goed zien. Kijk, die bus hier die steekt door. En die konus die zit eigenlijk maar voor de helft er buiten. Hè? Dus met de brander kon het de voorste helft wel heen stoken. Maar daarachter kwamen we natuurlijk niet met de hitte. En toen had ik net in één keer een idee. Ik denk, als ik nou eens kom met die adductor, hè, als ik dan die kabeltje zo daartussendoor fruts en ik draai hem gewoon zo eromheen. En toen een aantal windingen ook nog aan de buitenkant. Nou, toen heb ik hem echt lang heet gestookt. Ik had veel windingen gebruikt, dus hij ging ook niet uit, zeg maar. Dus ik kon blijven verhitten. Op een gegeven moment begon hij allemaal te roken en zo. En toen heb ik gewoon deze er weer opgezet, zoals we eerder ook al gedaan hadden. En toen heb ik eigenlijk net met twee hamers, heb ik met die ene hamer zo op de poelietrekker geslagen, hè, daar op die. En met die andere zo hier zo, bam, pats, pats, tegen die rand. En toen, bam, toen klapt hij die weer af. Toch gelukt? Tuurlijk, dat moet ook. Kan toch niet anders dat we dat niet zouden kunnen? Alles nog uit elkaar gekregen. Ja, deze zat echt heel vast. Hij is nog steeds lekker warm. Mm-hmm. Ja, die kering die zal het wel niet zo lekker gevonden hebben, denk ik. Maar ja, goed, daar kunnen we wel een ander in zetten. Ik zal dit vast een beetje schoonmaken. Dan, mooi man! Dan kunnen we dadelijk terug naar Renes, want dan kunnen we deze op de testbank zetten. Ik ben vet benieuwd, jongen, hoe deze het gaat doen. Ja. The real deal. Ja, nu gaan we echt zien wat er mis is. Want ik denk dat er echt wel iets echt niet in orde is, maar wie weet. Laten we het hopen. Mm-hmm. Want als dit nou helemaal goed is, ja, er waren ook al een paar verstuivers niet goed, hè. Dus
Maar dan zou ik het euvel gevonden kunnen hebben van het extreme roken. Mm. Heb je dit al gezien trouwens? Had ik je nog niet laten zien, hè? Hij is weer recht. Heb je wel recht gemaakt? Ja, ik heb hem onder het persframe gelegd. Als het goed is, klopt hij wat aardig. En daar nog een beetje. Yeah! Boom! Hey ho, let's go! Daar zijn we weer. Nieuwpoort. Kijk hier op. Ik vind die wel mooi. Ja. Erg gezellig uitziend, hè? De binnenhaven. Ja, hoe kan het ook anders? Maar hier moeten we zijn, hè? Rennes Diesel Center. Kijk of dat hij het nog een keer doet. Ja, dat doe je zwaaien vanzelf. Ja, kijk. Ja, hoofdingang binnen in plaats van de artiesteningang. Hey, ik zal die pomp niet even bij pakken. Daar is hij. Is hem weer. Wat is toch een grote bokkenbeer. Oeh. Goedemiddag. Jongens. Hey. Hey. Goedemiddag. Zijn we weer. Ben ik nou al je weer terug? Ja, ik weet het weg hoor. Hij is eraf. Ja. Koppeling. Het was even beulen, maar. Ja, eraf. Ja, loop maar. Gelukt. Gelukt. Hey, daar zijn we weer. Zonder koppeling deze keer hoor. Ja, daar word ik blij van. Dat snap je wel. Nou, ik kan jou vertellen, ik werd er ook blij van toen hij eraf kwam. Dat was er niet zomaar hoor. Ik heb er wel temperatuur in gehad. Ja, ik moest hem goed instoken, ja. Ik had hem uiteindelijk met zo'n inductieverhitter. Er was een flexibele snoer was erbij. En die kon ik daar net achterdoor foezelen. Ja, en toen met een poelietrekker. En toen met twee hamers aan één kant op de poelietrekker slaan, aan de andere kant op op dat trommeltje. En toen knats, toen kwam die eraf. Ja, ik had eerst verschrikkelijk vastzitten. Ja, ik had eerst een prop gedraaid, zeg maar, die daar dan erin paste. Hey, goedemiddag. Maar dat die was ook niet zo geweldig gedraaid. Er pas er net een beetje losjes in. En met slagsleutel en toch aardig op kracht. Maar op een gegeven moment schoof hij de draad af van de prop die ik had gemaakt. Dus ja. Nee, geweldig joh. We gaan. Laten we erop. Met die inductiespoel heeft gestoten. Stoken. Ja, eerst een prop gedraaid die er al in paste. Ja. Maar ja, dat was met een slagsleutel en toen heb ik schoof die draad af. Ja. Gelukkig wel van de prop. Ja. Maar toen inderdaad met de poelietrekker en dan met die spiraal heet maken, ja. Die kon ik erachter ook kwijt, zeg maar. Oh, dus ik kon hem echt helemaal vervoerd krijgen. Ja, en toen met twee hamers, één op de poelietrekker, één op die trommel. En dan in één keer. Ja, toen kwam hij eraf, ja. Dat was toch de manier. Ja, toch, maar niet van harte. Nee. En heet stoken en geweld. Ja. Het was niet te doen hier met wat we hadden, dus ja, helaas kom ik weer terug. Maakt niet uit. Ja, ik ben benieuwd. Het was eigenlijk op 4 na schoonmaken en op druk zetten. En het was helemaal fantastisch. We hadden natuurlijk gezien dat ze, een aantal, we hebben ze niet allemaal getest natuurlijk gisteren, maar een aantal die waren goed, maar zo gezakt in druk. Ja, ze waren allemaal zo 160, 170 bar. Ja. Maar sommigen zagen er eigenlijk best wel aardig uit. Dus, nou ja, nadat jullie weg waren, heb ik de boel schoongemaakt en uit elkaar gehaald en even netjes opgeborsteld allemaal, de naalden van de rossen allemaal opgeborsteld, weer in elkaar gezet en ik heb er nog even één hier liggen voor je. Momenteel zijn ze alle 12 zijn ze zo. Kraak, ze staan tussen de 210 en 220 in bar. Openingsdruk. Ja, dit is. Ja, super. Zo wil dit. Ja, want er waren er vier die tegen. Vier die zaten zo vast als een huis. Dus toen dacht ik in eerste instantie van, nou, ik pak van dat andere setje er vier uit. Maar dat zijn andere stuivers. Oh ja. Dus dat heb ik er ook even bij gedaan. Wat er specifiek anders is, weet ik niet. Maar wat ik wel gelijk kan zien is dat deze hebben vijf gaten.
Ja. In ieder geval dat setje uit de reservemotor hebben ze 7 gaten. En ja, wat er verder eventueel anders zijn, is dat weet ik. Dus ik heb dat toch maar even wel uit elkaar gehouden. En ja. Met heel veel pijn en moeite, die 4 anderen hebben we echt goed weten te krijgen. Eigenlijk gewoon, maar daar heeft toch veiligheid in gezeten. Ja, die zat echt flink vast die naald, hè? Ja, het is nog goed dat er geen camera op stond toen ik die schoon kon maken. Ja, dat maakt niet uit. Dingen, vrij wat andere. Ja. Ja, maar dat maakt niet uit. Als het werkt, het werkt. Ja, daarom. Ja, daarom. Dat telt. Het heeft gewerkt. Dus ze zijn alle 12 zo. Ja, en wat was jouw oordeel? 4 van die slechte verstuivers, daar gaat de motor wel behoorlijk van over natuurlijk. Als dat zo open blijft staan, als je zo'n slok brandstof naar binnen gaat krijgen, wat niet goed vernevelt, wat niet goed, je krijgt gewoon een te grote slok in één keer binnen, dan rookt dat. Ja. En dat gaat dan wit-grijs roken, het gaat stinken. Natuurlijk, het zal altijd een beetje roken, want het is nou eenmaal een tank en geen Rolls Royce, om het maar even zo te zeggen. Maar ja, wat we gezien hebben, dat klopt altijd niet. En dan zeker dat in combinatie met een van die pompen, die zo, we hebben het gisteren uitvoerig over gehad, die zo'n ongelijk in opbrengst staat. Ja, ik hoop resultaat, jongens. Ja, nou ja, wij ook. Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, ik ben blij dat de koppeling eraf. Ja, zeker. Ja, maar nou, we hebben natuurlijk de verstuivers getest. Dat waren ook echt de verstuivers die dus gemonteerd zaten toen wij aan het rijden waren. Dus toen de motor zo hard rookte. De pomp die we gisteren hebben getest, dat is van een sloopmotor. Dus dat is niet de pomp die, die op de tank zat toen we aan het rijden waren. Maar ja, die pomp die ligt nou dus daar. En die gaan we dadelijk testen. Dan gaan we kijken of dat daar ook een grote afwijking in zit. Dus we gaan het zien zo. Even zoals het de deur uit wordt te gaan. Weet jij even wat er in de werkplaats nog aan zand en stof eventueel inkomt. Dus we doen het altijd even in een folietje. Dopje erom, koperringetje er weer om. Die hadden we liggen. Super. Ja, netjes. Het is gewoon een prachtig setje. Van een Jans Verheuren. Ben blij op. Nou dankjewel, hartstikke mooi. Ja. Kijk dan even. Ja. Kijk maar eens even hoe netjes, hè. Ja, dit ziet er even een heel stukje anders uit dan toen we het binnenbrachten, ja. Nou, zo mooi schoon geworden ook weer. Nog vaak, we moeten uiteindelijk helemaal open hangen aan elkaar. Het was om 7:30 had ik het uit elkaar. En Colin, Jeroen zit natuurlijk ook in de schat. Ja, dat was natuurlijk nog niet af. Dan ligt de kopering natuurlijk niet af. Dus dat je er toch even met een. Je hebt er wel toch een soort van die borsteltjes voor, die koperborsteltjes. Dat je de zitting van de kop waar die in zit, dat goed schoon is. Dat je niet weer die lekte langs krijgt, want dat slaat ook zo terug in de verstuiver. Vandaar dat er ook nog een paar vast zaten, dan kan je gewoon zien dat terug zo naar binnen geslagen is. En die naald in die nozzel, die gaat dan vast zitten. Oké. En het is zo'n compressieverlies natuurlijk ook. Ja, uiteindelijk, overdreven, heb je wel met een compressie, want uit dat gas lekt gewoon langs de verstuiver licht uit. Dus dat is nog even huiswerk. Moeten we straks even kijken, want voor je een speciaal worsteltje, maar die kunnen we zo bestellen natuurlijk. Dat komt goed. Ja, mooi. Ja, het is echt veel mogelijk. Ik ben even nog warm. Ja, zijn er bijna zo, hè? De spanning stijgt nou, hoor. Ja, behoorlijk. Waar zit hij dan? Dus we beginnen weer met de timing te controleren. Of alle cilinders. En daarna gaan we weer draaien. Ja, super. Dus we gaan weer. Even druk op de galerij zetten. Dan druk op de galerij. Opgebracht. Ja. En dan drukt hij. En dan steeds een stukje draaien. Dan moet hij 130 graden in de goede volgorde geven. Ja.
Dit is hem. Nummer 1. Nou, nummer 4. Zitten wrikken. Ja. En als er een was die zwaar liep of zo, met lopen, dat misschien nog extreem is gaan slijten. Ofzo. Het betekent toch wel dat er roest onderin zit, ja. De knock-out. Ja. In ieder geval bij de rolstoters. Dus het had inderdaad zeker gekund dat het. Ja, ja, precies. Vooralsnog hier niet aan te bemerken. Gelukkig. Nou moet hij gaan werken en nou gaan we zien wat hij doet. Ik hoop het niet. Ja. Dat is gebonken. Eentje zwart natuurlijk en dan hier. Ja. Zo. Nou, we zijn een overdruk van Tilly nu. Anderhalf bar weer. Dus gaan we druk op de galerij zetten en dan kunnen we draaien. Deze geeft meer. Deze geeft meer dan. Ja, ja, kijk. Dus dat is wel degelijk dan een andere motor geweest, ja. Met een andere toepassing. Ja. Ik denk alleen dat je in de stuiver even testen. Ja, cilinder 6 bleef achter. Dus wel, ja, dat is wel toevallig dat het gisteren ook zo was. Ja, die bank die is vorige week gekalibreerd, dus daar kan het niet al in eigenlijk. Ja. Even die stuiver even checken. Dan kijken we even. Dat is 6 van achter, hè? Ja. Dus dat is
zet je gewoon een andere bestuiving in. Oh, dan even testen op 2,7. 2,7 was dat. Ja. Maar deze is dus niet goed dan? Jawel. Oh, deze verstuiving is wel goed, dus het zit echt puur in de pomp. Oké. Ja. Want de bank heeft vorige week nog nagekeken. Ja. Die ene verstuiver is net even op de testbank geweest. Want die, ja, die week af. En dat was toevallig gisteren bij die andere pomp ook het geval. Dus ze hebben even gecheckt of die verstuiver in orde is. En daar is hij. Dus het is eigenlijk gewoon toevallig, maar ja, ook weer dezelfde cilinder, hè, cilinder 6 bij deze ook, die afwijkt. Dus dan kunnen we gaan stellen volgens mij, hè? Zeer zeker, we gaan ermee aan de gang. We zaten wel in dezelfde cilinder afwijking trouwens, maar gisteren was je te hoog en nu is het te laag. Oh, oké, okay, ja. Ja, wist. Dat bedenk ik me nu opeens pas, hè? Ja, dat was een piek ja, bij dat is een hele hoog stond die gisteren. Ja. Inderdaad. Dus eigenlijk... ja, nee. Maar goed om even te checken, want dan weten we het zeker. Dus we gaan nou ophouden. Ja, ik wil even die...
toch... Ja, dan moeten we een nieuwe kering inzetten. Ik zie hem nu ook dat er een druppel aan hangt. Ja, dat kon ook niet anders natuurlijk. In principe niet. Het is spreekt geweest dat hij dat overleeft. Dat is zo. Maar dat is niet je werk. Je kunt hem als buiten witselen volgens mij. Ja, dus zo ziet het er wel naar uit dat hij eruit kan wippen gewoon. Of met een slagtrekkertje of zo. Ja. Een paar keer en dan... Ja joh, nou geweldig, want dat was wel, het was niet helemaal zo mooi toen je ermee begon, hè? Nee, er waren een paar uitschieters. Op vol vermogen zeg maar had hij wel een uitschieter, want hij had 50 cc onderling verschil. Zo. Dat is wel ernstig zeg maar. Maar ja, alles bij elkaar zo, de pomp en dan de verstuivers nog eens een keer. Ja, dan denk ik dat er wel een wereld van verschil gaat worden. Ja, we hadden op een gegeven moment ook zelfs het idee dat die onverbrande diesel langs de uitlater uitgehoord en zo. Dus. Ja. Ja, dus met die verstuiverskin die afsluiten natuurlijk wel te verklaren. Ja, ja, want dan, dan druppelt hij eigenlijk gewoon nog na, terwijl hij al lang zijn arbeidsslag gehaald heeft eigenlijk. Ja. Dus alles bij elkaar heb je eigenlijk gewoon een prima set zo. Verstuivers en pomp. Nou mooi, dan gaan we een kering bestellen en dan terug inbouwen op het moment van de waarheid. Ben benieuwd. Dat, ja, dit gaat wel echt een wereld van verschil maken. Super. Ja, hartstikke bedankt hè. Ja, heel graag gedaan. Ja, leuk om dat een keer zoiets te mogen hebben. Ja? Ja, voor iedereen die nou denkt dat hij het brandstofsysteem niet hoeft te testen, nou dan hebben we nou het voorbeeld gesteld dat dat toch wel verstandig is. Want we hadden het ook eigenlijk maar een beetje gangbaar gemaakt en een paar verstuivers zo getest, eventjes zo op ons eigen testpompje. We dachten dat dan misschien wel goed genoeg zou zijn, maar er waren ook al een boel kijkers die zeiden ook van ja, je moet dat toch wel testen. Nou, daar hebben we nou wel het nut van gezien, zeg maar. Het is natuurlijk nog niet de garantie dat dit heel het rookprobleem oplost natuurlijk. Want ja, het kan ook nog andere oorzaken hebben dan het brandstofsysteem. Maar het brandstofsysteem is bij deze uitgesloten. Dus top, laten we het gauw meenemen en in gaan bouwen. Je kan wel brandstof erheen lopen. Mm-hmm. Maar als je geen druk hebt op die galerij, zeg maar. Ja, dan pakt elke cilinder maar wat er langs komt lopen, zeg maar. Ja. Gek gezegd gezien. En als je druk erop hebt staan, dan wordt het echt geforceerd erin, boven je plunger gedrukt. Ja, dan wordt het erin gepest in plaats van het aanzuigen. Ja, en aanzuigen doet hij zelf in principe niet. Een lijnpomp. Ja, die druk die houdt hij wel aardig op. We hebben inderdaad een handmatige opvoerpomp. En die blijft wel druk houden, zeg maar. Als je daar, dan voel je op een gegeven moment echt weerstand. En dat is niet dat hij meteen weg is of zo, daar houdt hij wel. Ja, dus ik denk dat wel goed is. Het zou een paar van die simpele dingen kunnen zijn natuurlijk nog die het... Dan kunnen we in feite heel simpel eigenlijk testen. We zouden eigenlijk gewoon de manometers op moeten zetten. Ja, dan krijg je gewoon de galerijdrukmeter. Ja. Want volgens mij hebben ze zelfs van die bio-nippels waar je een manometer in kan schroeven zelfs. Of eventueel zetten we een leidingje bij aan, dan maakt het niks uit. Want die zou 1,5 bar moeten zijn. Ja, ik heb zoiets als je tussen de 1 en de 2 bar hebt, zie je altijd goed. Ja. Een barretje moet je wel hebben. Ja. Dat is een goede om te onthouden. Maar dat is mooi, want we hebben nou in de video ook erop staan. Dus dan kunnen we dat in ieder geval onthouden om ook te testen nog. Dus misschien niet geen overbodige luxe. Nou, we er toch mee bezig zijn. Ja. Yeah. Eén is, het zal verschrikkelijk moeilijk zijn om aan onderdeel te komen. En dan, ja... Nee. Want stel dat hij nou echt heel slecht was en je moet een revisie doen, wat is er dan allemaal? Heb je die terugslagkleppen natuurlijk, maar eigenlijk de plungers ook natuurlijk, want die zijn ingelopen. Ja, ja die gaan we puur beoordelen. De plunger en de persklep die beoordelen we. Kijken, ja, goed is goed. Zo simpel is het. Nou goed, je neemt hem gewoon helemaal uit elkaar. En dan bekijk je de knock-outs, alle onderdelen op zich, ga je beoordelen, afzonderlijk van elkaar. En dan kleppen en plungers, dat is voor de opbrengst natuurlijk echt het belangrijkste. Ja, perskleppen die moeten eigenlijk wel snel vervangen worden. Sneller dan de plunger nog. Maar die zijn gelukkig nog redelijk goed te vervangen natuurlijk. Want die kun je er boven eigenlijk gewoon eruit halen. Als je die twee plaatjes losschroeft, zeg maar. Die borgplaatjes, dan zou je ze eruit kunnen schroeven eigenlijk. Ja. Want deze kun je dus eigenlijk, die kun je wel ongestraft losdraaien, zeg maar deze eigenlijk. Ja. Zonder dat de instelling verloren gaat. Ja, ja en nee. Liever niet. Dat element, dat zit hier, ik heb denk ik wel een voorbeeld in hoor. Met de hulp, zeg maar.
Hij zit in het huis, zit hij met een stiftje zit hierin. En als je nu die bovendop los gaat draaien, hier zit maar, kan iets speling op zitten en dan kan hij iets verdraaien. En iets verdraaien, heb je gezien wat het doet met die opbrengst van je, dan draai je alleen niet je plunje, maar je huls. Oké, okay, ja. Dus dan wordt hij alsnog ongelijk. Dus stel je voor dat hier een O-ring omheen zit die lekt. Ja, er zijn mensen die zeggen, wat, draai ik er even uit, ik doe voor de rest ook niks. Mm-hmm. Ik doe er een andere O-ring omheen. Ja, dan is hij toch ontregeld daar. En daarna loopt hij stromberoerd. Omdat hij toch iets... Want dan komt eigenlijk dat tandwieltje wat daar ligt, zeg maar, die komt dan los te liggen en dan kan hij gewoon de tand verspringen nou, eigenlijk. Als nee, dat of... niet. Hier is een pennetje. Ja. Yeah. Een stiftje tegen het verdraaien. En daar zit iets ruimte op. Dus als je hem losdraait, zeg maar, hij kan iets meegaan zo. Ja, 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 dan kan hij... Oh, natuurlijk. En dan kan hij verdraaid, want als normaal zit hij opgesloten. Ja. Dus hij kan eigenlijk niet draaien, maar zo ga je dan dat bovenste ding losdraaien. Als je het dop losdraait, ja. Inderdaad. Ja. Duidelijk. Oké. Okay. Dus niet zomaar aan schroeven dus. Ja, met een zegeltje erop, aan deze kant. Deze? Ja. Ja. Dat is de maximum afstelling van de brandstof. Ja. Oh, als je deze gaat verdraaien, dan kan die verder naar voren en dan kan je regelstang verder naar voren. Oh ja, en ja, daarom ja. Is die ook dat verzegeld. Is een aanslag. Ja. Daarom is die verzegeld op het maximale vermogen. Want als ik hem bijvoorbeeld eraf zou knippen en ik ga hem verzetten en hij hoort 250 cc te geven en ik zet hem via op 300 cc, dan kan je motorschade krijgen. Ja, ja, ja. Dus daarom zijn zulke soort afstellingen altijd verzegeld. Oké, ja, ja, en dat is daar ook natuurlijk. Ja, dus als we volgens de fabrieksgegevens afstellen, knijpen we overal zegels op. Zodat we ook weten dat er niemand meer later met zijn vingers aan zit. Ze hebben hem, die Irakezen hebben hem niet opgeschroefd, deze. Bij deze nou, die hem terug vol gas trekt eigenlijk. Hij blijft nou staan eigenlijk, hè? Deed die andere dat ook? Of? Dat doet die andere ook volgens mij. Ja, ja, want hier krijg je regelveer. Hij voelt wel iets anders aan, hoor. Ja, dat dacht ik. Ja. Maar toertouw is wel hetzelfde, want deze begin ook, zit ook zo rond de 2000 toeren maximaal. Ja, maar hij doet het wel gewoon goed, zeg maar. Ja. Ja, dus, Niet aan zitten dan. Nee, nee, dekstokjes dicht aankomen. Don't try this at home. Het is verschil maken dit natuurlijk, dat als combinatie zo. Ja. Ja, alles komt van kloppen, dat simpel is het. Ja, ja, zeker. Als het allemaal, allemaal wat, maar wat doet, zeg maar, dan... ja, je ziet het. Een rookstelling is een gek. Ja, dat hebben we wel gezien. We hebben niet voor gezorgd dat we ook komende zomer weer een warme zomer hebben, denk ik. Ja. Doet hij het? Ja. Kijk. Dan zal die as wel een beetje met de opschuiven. Oh wacht, we moeten weer even afstand houden. Ja. Het is ook irritant staan. Wacht, ja. Ja, deze heb ik kapot gestoken uiteraard met ruitlepelen. Maar... Ja, deze. Ik had hem ook al een beetje... gekrokentenijst met het eruit te halen natuurlijk, hè, die koppeling daar. Ja, nee, dat rubber is wel aardig gesmolten al. Ja. Ja, die moest hem best lang verwarmen en het rookte best wel, zeg maar. Ja, dus, ja 40. Dat is helemaal niet zo 40. 25. Mag je naast verwarmd, hè? Dat geloof ik. Ik, nee, ja, nee, inderdaad. Ik zei van, kun je misschien gauw nog even de kering eruit wippen, dan meet ik hem op en dan bestel ik hem. Maar volgens mij... Ja,
Misschien even de as opschuwen. Daar zit wel wat roest. Netjes helemaal afgedompt, toch? Mm-hmm. Ja, die moet dan thuis nog even terugkitten. Ja, ik doe even erop dat er geen vuil in kan komen onderweg. Ah, mooi. Klaar volgens mij. Ik dacht het wel. Ja. Nou, dan, hartelijk bedankt. Zeg, ja, klaar zijn natuurlijk. Hartstikke bedankt. Graag gedaan, jongens. We gaan het mee naar huis nemen. Dan, nou staan wij ook in volle spanning natuurlijk. Ja. Hoe dat straks gaat bedraaien. Ja, nou ja, ik denk wij niet alleen. Volgens mij een heleboel kijkers ook ondertussen. Want er zijn er al veel die geroepen hebben dat het ook aan het brandsysteem zou liggen. Dus ja. Dat gaan we nou zien. Dus het is wel de planning om het deze week er weer op te bouwen en ook nog te rijden. Dus, einde week weten we wellicht dus meer. Inderdaad, dat zou mooi zijn. Ja. Mooi man. Tot gewoon weer. Hartstikke bedankt. En natuurlijk een tip hè, voor iemand die dus brandstofsystemen, brandstofpompen, verstuivers wil laten testen. Even naar Rennes gaan natuurlijk in Nieuwpoort. Dus wij gaan weer terug naar Balenassen, naar de werkplaats. Filmen met dit weer als gisteren. Ja. Pittoresk. Ja. Stadje. Kopje. Hey. Dat is gewoon lekker. Kijk, nou mooi. En dan denk je nog eens aan. Ja, maar pas maar op hoor, want zo gauw dat wij weer een dieselmotor hebben die niet goed loopt, dan denk ik alweer meteen aan jou, denk ik. Dat is nou weer, ja. We weten je nou te vinden. Ja, hoor. Precies. Ja, en dat is duidelijk. Reserve set en de set ingepakt natuurlijk, die je er echt in moet zetten. Ja, zeker. De gesiedelde set, dat komt helemaal goed. Dit dat vinden wij uit. Zo, wij gaan weer terug naar huis aan. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Heel graag. Ja, en je ziet het verschijnen. Goed. De planning is om van de week in ieder geval nog op te bouwen en te kijken hoe die dan doet. Dus. Ik hou het zeker in de gaten. Ja, super. Top. Hey, hartstikke bedankt hè. Oké. Doei doei. Hey, groetjes. Hoi. Zo, we gaan gauw rijden. Ja, nogmaals natuurlijk hartstikke bedankt hè. RNS Diesel Service, Nieuwpoort. Als jij nou iets hebt met een brandstofpomp of stuivers, dan weet je ze te vinden. Het is trouwens niet alleen dieseltechniek, ze hebben ook een hele elektroafdeling. Dynamo's en startmotors. Dus misschien dat we nog wel een keer terug moeten. Want ik weet niet hoe goed de dynamo en de startmotor van de tank zijn. Dus, maar goed, laten we nu gaan kijken hoe dat het met de brandstofpomp gesteld is. Hè? Van de week dan, niet vandaag meer, want het is laat. We doen de reacties weer in de auto, denk ik. Hè? Ja, is goed. Laten we dat doen. Gauw rijden. Oh. Oeh, de comments onderweg. Ja. Oké, okay, Stefan Wal. Yes. Dirk gaat weg en brandstofpomp, losse tankmotor testen. Werkplaatsslok nummer 380. Comment nummer 1. Van Ag Tastic. We gaan je missen, Dirk.
uitroepteken. Ja, wij ook, hè? Ja, ja, zeker. Ja, wij ook natuurlijk, ja. Ja. Fabian Kessler zegt, zonder Dirk, we gaan je missen. Bedankt voor het samen lachen. Succes in je verdere carrière en hopelijk tot ziens. Het nieuws zat er volgens mij al wel een beetje aan te komen met het parttime werken. Maar snap wel dat je niet continu lang wil rijden. Waar ik ook naar benieuwd ben, komt er een vervanger voor Dirk? Ik kan me voorstellen dat Emiel niet alles alleen kan doen. Of gaan we Sharon nu weer vaker zien? Lijkt ze dat de man uitzien? Ja, dat is inderdaad een goede vraag, ja. Nou, ik moet zeggen, we hebben daar nog wel even over zitten praktiseren, ook met z'n allen wat we er precies mee moeten gaan doen. Maar ik ben eigenlijk niet van plan om meteen een vacature uit te schrijven, om het zo maar te zeggen. Laten we eerst eens eventjes kijken hoe het zo gaat. En misschien dat we wel meer wat afwisseling of zo. Dat we af en toe een keer een stagiair hebben, af en toe een keer een specialist. Dus dat, ik ben er nog een beetje zoekende in. Ik denk dat we eerst eens even moeten kijken hoe het zo gaat. Zonder Dirk in eerste instantie. En dan laten we kijken. Ik zou zeggen, laat het dan ook vooral weten tegen die tijd. Wat jullie ervan vinden. En dan, dus dat. Ja. Ja. Elvis de Pelvis zegt. Dan denk je alle ellende van 2020 wel gehad te hebben. En dan heeft Dirk nog iets bedacht. Ja. Ja, die had ik gisteren al gelezen. Ja, ik moest ook wel smakelijk lachen om die reactie inderdaad. Ja, we kunnen er ook niet meer van maken. Nee. We houden er niet zo van om allerlei clickbait, flauwekul te bedenken en zo. Dus ja, als er zoiets in de titel van de video staat, dan is het bij ons meestal wel waar. Hè? Dus bij deze, ja, dus... Dirk die gaat inderdaad ons verlaten. Ja. Ja. Dat is zo. Volgens mij moet er nog eentje doen, want ik denk dat de eerste comment was eentje die... die was erg kort. Ja, nee, die had jij denk ik een hartje gegeven. Dus dan krijgt hij automatisch meer... Die had ik wel gezien, heb ik niet gedaan, maar dat had ik wel gezien. Dan heeft Bas dat gedaan. Waarschijnlijk. Dat dan doe ik. Ik even de volgende. Ja. Oh ja, ik zie het al, ja. De volgende is van Thomas Bark. Om maar even te zeggen, Dirk was een hele toevoeging voor het kanaal. Dus geen halve, maar een hele toevoeging. Ja. Ja, zeker. Het is geen praatjesmaker en hij weet waar hij mee bezig is. En ook aanpakken, hè, zelf. Zelf werk zien, niet gaan zitten wachten. Gewoon doen wat hem op dat moment het beste lijkt. En dat is heel veel waard, inderdaad. Ja. Helaas hebben dat andere mensen ook ingezien. Dus zodoende is hij nou een soort van weggekocht. Ja. Maar ja, goed. Oké, we redden ons wel, hè. Dus, ik denk dat de comments waren. Yes. Of wilde jij nog iets toevoegen, Tom? Nou, ik wou alleen even zeggen dat we natuurlijk gewoon respect hebben voor de keuze van Dirk, hè. Ja, sowieso, ja. Natuurlijk. Ja, dat is een vrije markt ook. Hij moet zelf kijken wat hij goed vindt om te doen, natuurlijk. Het is eigenlijk jammer dat hij zelf nou niet bij is om deze comments mee te beantwoorden. Dat was natuurlijk wel ook wel leuk geweest om zijn eigen reactie daarop te horen. Hè? Dus, dat kun je misschien morgen nog even doen. Ja, dat is zo. Ja, of even kijken. We zien wel wat morgen weer brengt qua comments. Hè? Dus, morgen wordt trouwens ook wel gaan we ook weer op excursie. Hey. We gaan morgen namelijk naar Jung Heinrich. Hey, dus dat wordt ook mooi. Jung Heinrich, die leveren heftrucks, hè. Dus en onze heftruck is de laatste tijd ook al een bron van ergernis geweest. Die heeft ook al voor de nodige comments gezorgd. En ik denk dat morgen ons heftruckprobleem opgelost wordt. Dus dat wordt leuk ook. Interessant. Interessant vooral. Zeker, zeker. Ja. Dus laten we de English summary gaan doen. Yes. Yesterday we were at Rennes Diesel Service. For testing the fuel pump of the tank and also the injectors. Only there was one issue with the fuel pump, and that was the koppeling did not come off from the pump. So we couldn't test this pump. So this morning I started removing this koppeling. And it took a bit of effort. At first I produced this bolt which fits into the koppeling to press it off, to force it off.
unfortunately, the thread was not that good produced, and but it still worked. But when I put too much force on it, the thread from the bolt was sheared off, so that didn't work. Then I found out the induction heater we have, it has this flexible cord, and I could put this around the coupling behind the disc, and this way, hey, that's Jung Heinrich. Ah, zag het niet zo goed. Nee. But this way I succeeded in heating the complete bush, the complete coupling, and then with a puller and two hammers I succeeded in getting it off. So then we took the pump and went back to René's diesel service. And they installed it on the testing bench. It turns out this pump was well offset, was not good. But after some specialist work with the screwdriver and tick 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 tick, he got it all flat. So all the ports gave the same amount of fuel. So that it was an excellent pump, they said. The injectors, they have been working yesterday evening on those. And they repaired all of them. There were four of them were faulty. So the needle didn't move, it was stuck. And therefore these injectors were not spraying nice. And also not closing, and that's important, the closing, because it's the pressure opens the injector and then it sprays the fuel into the cylinder. But if the needle is stuck, it stays open and it stays dripping, so it drips fuel inside of the combustion chamber into the cylinder all the time. So that's not good, of course. Then you get excessive fuel inside the combustion chamber, and this can cause smoke and also fuel ejected from the exhaust. So that might be the issue. All the other injectors worked fine, but the pressure was too low, the opening pressure, because it should be around 210 bar. And they were 160, 170. So they all have been adjusted now. So we have a complete set of fine injectors, and we have an excellent fuel pump. So thanks to René's diesel service. We are excited to install these and see if this solves our smoke issue on the tank. And that's about it. Then we were telling about what we are going to do tomorrow. Tomorrow we are going to Jung Heinrich. And Jung Heinrich is a forklift manufacturer, dealer. And well, we have some issues with our forklift. Probably they can solve that. So that will be interesting as well, I guess. Okay, and that's about it. Ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende.